Het is 1920. De eerste luchtvaartmaatschappij met geregelde lijnvluchten is een feit. Vermetele pioniers maakten het waar. Per vliegtuig Amsterdam-Londen, vice versa. Er wordt wel eens gezegd, KLM first in the air. De wereld lijkt kleiner te zijn geworden. De KLM vliegt nu naar 141 bestemmingen over de hele wereld. De wereld werd steeds kleiner, maar de vliegtuigen werden groter en groter. De luchtvaart is volwassen geworden. KLM's thuisbasis Schiphol verwerkt dagelijks duizenden passagiers die vliegen voor zaken of vakantie. De start van een 747 is een vertrouwd beeld op Schiphol. Veiligheid en betrouwbaarheid zijn van vitaal belang. En dat is ondenkbaar zonder regelmatig en vakkundig onderhoud. Naast het onderhoud van haar eigen vloot heeft de KLM ook onderhoudscontracten met de SAS, Swiss Air, UTA en vele andere luchtvaartmaatschappijen. Zoals deze Boeing 747 van Avianca, de nationale luchtvaartmaatschappij van Colombia. Deze 747 van Avianca is toe aan een HMV, een grote onderhoudsbeurt. Een dergelijke totale revisie vindt gemiddeld elke 5 jaar plaats of na 26.000 vlieguren. Afhankelijk van wat het eerst bereikt wordt. Dit wordt overigens de 100ste grote 747 onderhoudsbeurt die de technische dienst van de KLM zal uitvoeren. Vandaar dat we het werk aan HMV 100 zullen volgen. Voordat deze ingrijpende revisie kan beginnen, wordt het gehele exterieur grondig gereinigd. Met hoogwerkers en hoge drukspuiten wordt het toestel totaal schoongespoten. Eerst wordt het toestel opgekrikt om onder andere de landingsgestellen te kunnen verwijderen. Dit is het begin van de grote onderhoudsbeurt. De komende 4 tot 5 weken zal door 2 teams van zo'n 125 hooggekwalificeerde vakmensen aan het vliegtuig worden gewerkt. Om de bereikbaarheid van letterlijk alle delen van het vliegtuig te vergemakkelijken, wordt er vervolgens een aantal dokken omheen gebouwd. De KLM beschikt over een aantal grote hangars. In hangar 11 is ruimte voor maar liefst 5 widebodies tegelijk. Hier in de groot onderhoudbaai van hangar 11 zal HMV nummer 100 plaatsvinden. Het eerste team kan aan de slag. De komende weken is HMV 100 hun dagelijks werk. Ervaring, vakmanschap en collegialiteit zijn nu van doorslaggevende betekenis. Het neuslandingsgestel wordt gedemonteerd en weggebracht voor inspectie en eventuele reparatie. Een nieuw landingsgestel staat al klaar om gemonteerd te worden.
De reparatieafdeling, of kortweg de REPA, is verantwoordelijk voor onderhoudswerk en controle van banden, wielen en remmen. En voor de reparatie van metalen en van synthetische materialen. Maar ook de veiligheidsvoorzieningen van het vliegtuig worden onderworpen aan een uitgebreid programma. Zoals hier de test met de zogenaamde slide rafts. Ze werken zoals het hoort. De KLM heeft een uitstekende reputatie op het gebied van technisch onderhoud. Vakkennis en motivatie spelen natuurlijk een belangrijke rol. Maar ook de planning van de werkzaamheden is van doorslaggevende betekenis om de hele job binnen de afgesproken tijd voor 100% te klaren. Zowel technisch als organisatorisch. Ook de motoren worden zo snel mogelijk verwijderd, zodat ze op een andere afdeling aan een uitgebreid test-CQ-revisieprogramma kunnen worden onderworpen. Wanneer ingrijpend onderhoud noodzakelijk is, worden de motoren naar de motorenafdeling gebracht. Op KLM's motorenafdeling werken maar liefst 600 mensen die de revisie en reparatie kunnen verrichten aan de General Electric CF650 en 80 motoren die bij de KLM en vele van haar klanten in gebruik zijn. De immense werkvloer is 15.000 vierkante meter groot en men beschikt over alle apparatuur en een geavanceerd machinepark om de motoren weer fabrieksnieuw af te leveren. Vervolgens zijn de flaps aan de beurt. Ze worden gedemonteerd, grondig gereinigd en aan een eerste visuele inspectie onderworpen. Hierna volgt een reeks tests en worden noodzakelijke reparaties uitgevoerd. Dit gebeurt door de afdeling plaatwerkerij, waar werken met lichtmetaal en honingraadconstructies de praktijk van alle dag is. Om haarscheurtjes aan het licht te brengen, wordt een zogenaamde dye-check gedaan, indien een visuele inspectie ontoereikend is of geen 100% zekerheid verschaft. Deze test brengt de allerkleinste onregelmatigheden en beschadigingen aan het licht. Ja, dat komt heel mooi. Bij een HMV wordt niets overgeslagen. Alle cabine- en cockpitruiten worden gedemonteerd. Grondig gereinigd en gepolijst. Indien na elektronische meting zou blijken dat de dikte of de sterkte beneden de norm komt, worden de ruiten vervangen door nieuwe. En dan is het hoofdlandingsgestel aan de beurt.
Dit wordt in zijn geheel verwijderd en weggebracht voor inspectie en eventueel reparatie conform de normen van de technische dienst van de KLM en die van respectievelijk de Rijksluchtvaartdienst, de Amerikaanse Federal Aviation Administration en uiteraard die van de vliegtuigfabrikant zelf. Dan worden de pylons, de constructie tussen vleugel en motor, verwijderd en net als alle andere delen eerst grondig gereinigd. Hier zijn de ophangpunten van de pylons van essentieel belang. Vandaar dat na een zorgvuldige visuele controle gebruik wordt gemaakt van blacklight, om eventuele niet met het blote oog zichtbare scheurtjes op het spoor te komen. In een van de pylons wordt een schade ontdekt waarbij het beschadigde deel van de beplating geheel zal worden vervangen. I don't know about these high locks, if these gonna have to be taken out, but they've got one big dump all the way around. Yeah. It starts about here and it ends here, so it's about. Ook de cabine ondergaat een werkelijk totale renovatie. Alle stoelen worden verwijderd, evenals de bagagebakken en de scheidingswanden. Maar ook de complete pantry en bijvoorbeeld de wenteltrap gaan eruit. Hierna begint het cabinedemontagewerk pas goed. Alle wanden, vloeren en plafondpanelen worden zorgvuldig gedemonteerd. Enerzijds om al deze afzonderlijke delen nauwgezet te controleren en waar nodig te vernieuwen. Anderzijds om onbelemmerd toegang te krijgen tot de constructie en tot de bekabeling en de elektrische verbindingen. Zodat deze nauwgezet kunnen worden geïnspecteerd. Ook de binnenzijde van de enorme brandstoftanks krijgt de volle aandacht. Zo rond de 400 passagiers betekent ook 400 stoelen. Altijd wordt de stoffering verwijderd en elke stoel wordt geïnspecteerd op mechanische gebreken. Wil de klant een nieuwe kleur of een andere bekleding? Geen probleem. Je zou KLM met 100 keer 400 stoelen bijna de meest ervaren stoffeerder van Nederland kunnen noemen. Het spreekt vanzelf dat ook de cockpit de grootst mogelijke aandacht krijgt. Al bij de demontage van het complete instrumentarium is dit in handen van hooggekwalificeerd personeel. Ieder instrument en onderdeel wordt met de uiterste zorgvuldigheid gedemonteerd en gecontroleerd. Pas na het uitvoeren van alle reparaties en bijstellingen en na het ondergaan van een uitgebreid testprogramma wordt het instrumentarium weer ingebouwd. Ook hier geldt de enige norm, de fabriekspecificatie die van toepassing is bij elk nieuw vliegtuig. De neuskegel van onze 747 wordt zorgvuldig verwijderd en weggevoerd. Hetzelfde geldt voor de radarsystemen, die aan een uitgebreide reeks tests zullen worden onderworpen voordat ze weer worden gemonteerd.
Sommige onderdelen hoeven alleen maar schoongemaakt en nagekeken te worden. Andere moeten ook worden gerepareerd. Als reparatie noodzakelijk is, gaan ze naar de IRA, de instrumenten, elektrische, radio en accessoiresafdeling. Het spreekt bijna vanzelf dat deze afdeling beschikt over de meest geavanceerde apparatuur, waarmee elk instrument en elk apparaat volledig kan worden getest. Maar hoe fantastisch het gereedschap soms is, waarmee de medewerkers van IRA dagelijks werken, steeds weer is het het menselijk vernuft en de persoonlijke vakkennis die doorslaggevend zijn voor het eindresultaat. Deze afdeling is een stofvrije overdrukruimte, waar de meest gevoelige navigatie en andere apparatuur wordt gecontroleerd en waar nodig gerepareerd. Ten slotte worden de rol- en hoogteroeren, de spoilers en het richtingroer verwijderd, om onderworpen te worden aan dezelfde grondige inspectie als de vleugelkleppen. De mensen van de plaatwerkerij vervangen die delen die zijn beschadigd of gescheurd of die corrosieverschijnselen vertonen. Ook modificaties van bestaande structuren worden hier uitgevoerd. Omdat er steeds meer nieuwe synthetische en composietmaterialen in de vliegtuigbouw worden ingevoerd, is een voortdurende bijscholing noodzakelijk. Alle losse onderdelen worden, voor de hermontage, in de spuitcabines van de vereiste laklagen voorzien. Ondertussen worden ook overdag de voorbereidingen getroffen voor het spectaculaire nacht- en weekendwerk. Het volledig strippen tot op het kale metaal van de romp. Aangezien de gebruikte paint remover agressief is, vereist dit een goede bescherming van de medewerkers. Deel voor deel wordt de romp letterlijk kaal gewist, waardoor een absoluut schone basis voor het spuitwerk is ontstaan. Het vliegtuig krijgt twee primerlagen en twee laklagen. Onder meer als bescherming tegen ultraviolette straling, zoals die voorkomt op een vlieghoogte van 10 kilometer. We zijn nu halverwege de grote onderhoudsbeurt. De verschillende afdelingen hebben ieder onderdeel grondig schoongemaakt, gecontroleerd en goedgekeurd, zodat nu weer aan het opbouwen kan worden begonnen. Natuurlijk kan een dergelijke gigantische onderneming nooit tot een goed einde gebracht worden zonder een gedetailleerde planning. In dagelijkse voortgangsvergaderingen wordt erop toegezien dat alles op tijd wordt uitgevoerd. De productieplangroep verzorgt de algehele voorbereiding van de grote onderhoudsbeurt. Een leveringsbeheer ziet erop toe dat altijd het juiste materiaal op de juiste tijd op de juiste plaats aanwezig is. De gereedschapsmagazijnen zorgen ervoor dat de benodigde gereedschappen in optimale staat verkeren. Ieder afzonderlijk stuk gereedschap wordt na gebruik gecontroleerd en zo nodig gerepareerd of gecalibreerd voor het volgende karwei. Er zijn zo'n 9000 stuks gereedschap die zo'n 1,5 miljoen keer per jaar worden uitgeleend. En dat de technische know-how op een hoog niveau staat, bewijst wel het Maintenance Support Center, dat alle KLM-vliegtuigen, waar ook ter wereld, direct antwoord geeft op alle technische vragen. We'll be right back.
onze 747 begint nu alweer aardig op een nieuw vliegtuig te lijken. Elk onderdeel, elk instrument wordt nu met de grootste zorg gemonteerd. In de hangar begint nu de eerste testperiode van instrumenten, landingsgestellen, flaps, etc. Voor het verdere testprogramma verlaat het vliegtuig nu de hangar en maakt plaats voor de HMV nummer 101, een 747 van Air Tara uit de Filipijnen. Alvorens een testvlucht te maken, voeren een speciale cockpitbemanning en medewerkers van de afdeling Central Engineering een uitgebreide groundcheck uit. Alles moet perfect in orde zijn. Alles staat neutraal.
Na een korte test van de wielbesturing is het toestel gereed voor de officiële testvlucht. Deze zal circa 4 uur duren en wordt uitgevoerd door dezelfde KLM-cockpitbemanning in aanwezigheid van vertegenwoordigers van de opdrachtgever. Het testprogramma wordt uitgevoerd boven het noordwestelijke gedeelte van de Noordzee en bestaat onder andere uit snelheidsproeven, stalltests, het vliegen op 2 motoren, instrumententests zoals autopilot, het lossen van kerosine uit de vleugeltips, etc. Na 4 uur vliegen zijn we weer bij Schiphol. Nu volgt het landingsprogramma, Autoland Approaches. Eerst een touch and go. En dan een overshoot. Ten slotte de landing. Die betekent dat ook HMV 100 tot een goed einde is gebracht. De 100ste HMV. Terecht de trots van alle technische dienstmedewerkers, die met hun vakmanschap en toewijding zorgen voor de wereldwijde reputatie die de KLM heeft op dit zeer gespecialiseerde gebied.